de ouders van Julia. Ja, jullie hebben de show gezien, de grote première. Hoe was het, papa? Ja, helemaal geweldig natuurlijk. Hoe trots kun je zijn als je dit voor je ziet, je eigen kind op het podium. Ja, dat is prachtig natuurlijk. Dat is echt mooi. Ja, ja, ze staat daar te stralen, dus kunnen wij ook alleen maar stralen, toch? Ja. Hoe was ze de afgelopen weken? Was ze om te genieten? Jawel. Ja, dat ging eigenlijk ja, goed. Ze had hier heel veel zin in. Ze was zo vol enthousiasme bezig met de repetities. En elke keer als ze dan... Ze is niet vaak thuis geweest, maar als ze thuis was, even snel aan ons laten zien van... Kijk, dit zijn we aan het doen. En, ja. Ja, ze is ook heel thuis blij. Heeft ze dan nog steeds ongelooflijk veel energie. Dus eigenlijk bijzonder, ja. Worden jullie thuis eigenlijk geterroriseerd met K3-muziek? Want jullie hebben eigenlijk elk nummer meegezongen. Ja, maar we vinden het zelf ook leuk. Dat dus ja. Niet als terroriseren. Nee, wij genieten er ook echt van. Ik bedoel, ja. ik draai daadwerkelijk in mijn auto gewoon. We zijn zelf echt grote fans, dus ja, altijd al. Dus dat gaat gewoon door. Hoe voelt het nu om jullie dochter zo te zien stralen? Want ja, haar grote droom is echt wel uitgekomen. Hè? Ja, prachtig. Dat is, ja, kijk, dat is niet voor iedereen neergelegd, helaas. Maar als dat, ja, het is een voorrecht. Het is echt een voorrecht. En... ze ja, pakt we zijn het aan. Denk ik gewoon heel dankbaar dat, ja. dat ons kind haar droom mag leven. Ja. Dat zij dit mag doen. Tijdens de hele show had ik één idee. Klaasje is al vergeten. Nou, ik denk dat dat niet rechtvaardig zou zijn. Nee, zeker niet. Want die heeft ook wel een hele mooie weg vrijgemaakt. Ook weer voor bijvoorbeeld Julia nu. Ja. Dus nee, dat is absoluut niet het geval. Nee, we gaan Klaasje zijn nooit ook vergeten. Altijd fan geweest van Klaasje. Ja. Dus nee, dat is, nee, is helemaal niet zelfs. Nee.